Ja, internet speelt een hele belangrijke rol. Daarom zijn we ook gestart met een grootscheeps project om internet in Europa geheel opnieuw in te richten. Dat is toch een key tool in het aankoopproces voor mensen. 90% van de klanten vindt zijn weg via web uiteindelijk naar de dealer en naar de aankoop. Dus voor ons is internet als klein merk ontzettend belangrijk. Hoe zie je een veranderende rol van internet? Ja, internet wordt en internet en de dealer ook eigenlijk. Internet gaat een stuk rol overnemen in de informatievoorziening en ook de beleving van de klant is daar ook heel erg belangrijk. In het begin was het eigenlijk alleen maar informatie en nu komt daar veel meer merkbeleving. De klant wordt ook steeds veel eisender wat dat betreft. Kun je stellen dat internet een strategisch onderdeel is geworden van je marketing? Ja, absoluut. Dat is echt heel key. Daarom als Mitsubishi Europe gaan we daar ook een significant bedrag in investeren. Om die traffic naar de dealer te blijven genereren en daar ook verkopen te kunnen genereren. En in eerste instantie zeker niet als sales tool, maar wel als tool in de hele fase van beleving van het merk, zowel voor als na de aankoop. Je bent er steeds in zee gegaan met Present Media. Wat is een rol geweest in dat project? Ja, Present Media is voor ons een belangrijke partij geweest in het definiëren van de strategie. Voordat we echt met de website wilden gaan beginnen en bouwen, vonden we het belangrijk om een gedegen stukje strategisch onderzoek te doen. Wij ontbeerden daar zelf de kwaliteit en de capaciteit. Het team van Present Media heeft ons daar heel erg geholpen. Dat is eigenlijk de basis waar we nu de website op aan het bouwen zijn. Heeft Present jullie precies geleverd? Ja, allereerst gewoon het in kaart brengen met de situatie, dus waar we als merk ons bevinden. Daarnaast ook gewoon heel goed gekeken wat er in de markt, en niet alleen in de automotive, maar juist breder op het gebied van het internet gebeurt en klantbewegingen. En vervolgens dat in een strategisch document vertaald met een stukje organisatorisch advies. Daarnaast hebben we Present Media ook gevraagd voor een stuk support bij de implementatie. Want ik denk dat de strategie niet ophoudt. Het gaat juist om de implementatie van de strategie en de bewaking daarvan. Want dan ben je toch al snel geneigd om toch weer de bocht een stukje af te snijden. Dus daarom hebben we nog steeds Present Media nauw betrokken bij het hele project. Tot aan eigenlijk de uiteindelijke lancering aan toe. Ja, concreet is de heer Holzheimer, die is nog steeds bij ons betrokken bij het project. En die houdt zich onder andere bezig met het in kaart brengen van web analytics. Ja, we zijn nu op weg geweest naar Duitsland, waar we samen de analytische tools hebben besproken. Dus ook op dat gebied is Present Media een partij die weet waar het om gaat. Daarnaast een stukje search engine, ook heel erg belangrijk. Dus met name op een aantal specialistische terreinen, ook om te zorgen dat we daar de website op aanpassen en op inrichten om te zorgen dat we goed gevonden kunnen worden. Het is ook gewoon een prettig bedrijf om mee te werken. Het is niet de standaard consultancy, het is gewoon open-minded en dat werkt gewoon dat past goed bij de bedrijfscultuur van Mitsubishi, dus ik zal ze zeker overal aanbevelen. Oké.